belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Opmerkelijke situatie vandaag op de voorpagina van de Extra. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft een negatief advies gegeven over 4 benoemingen bij het Curaçaohuis. En zo'n groot aantal is niet gebruikelijk. Het gaat om functies waarbij mensen niet de juiste sollicitatieprocedure hebben gevolgd of om mensen die niet de juiste vooropleiding hebben voor de functie. Betreft onder meer de benoeming van de broer van de huidige gevolmachtigde minister en om de benoeming van de interim directeur voor het Curaçaohuis. De financieel directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, José Jardim, is blij met de uitspraak van de rechter in de zogenaamde Enya-zaak. Afgelopen maandag stelde de rechter dat Hun Sang Ansari en zijn bedrijven 1 miljard moeten terugbetalen aan geld dat ze onterecht uit Enya hebben gehaald. Volgens Jardim gisteren tijdens een persconferentie blijkt hieruit dat de schuldigen niet kunnen ontsnappen. De terugbetaling van 1 miljard gulden is per direct opvraagbaar, aldus Jardim. Na Colectra, nós temos tempo para servir ora com mais de comunico. Chama no centro de cliente, na telefone 0800-035, de Jaluna para de Bierne, for de setor de mente até com o setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para já sabra, também por favor. Para escolher para a cita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visitar a cerca nos vai mais fácil. Sim, sí, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para ser vivo na e momento que você comini a bo. Gisteren tijdens de behandeling van de begroting in het parlement werd duidelijk dat Hun Sang Ansari niet zo lang geleden een bezoek heeft gebracht aan minister Pisas. Hij had het verzoek om de zaak tegen Ansari stop te zetten. Maar Pisas legde uit op vragen van Giselle McWilliam dat de regering niet op het verzoek van Ansari in is gegaan omdat het recht zijn beloop moet hebben. Dezelfde minister-president Kilma Pik-Pisas stelde gisteren tijdens de behandeling van de begroting in het parlement dat hij als minister van Justitie veel werk heeft verricht in de afgelopen 6 maanden. Ik heb meer gedaan in 1.5 jaar dan mijn voorganger in 4 jaar, zo stelde Pisas. Hij gaf aan dat hij behalve minister-president ook de functie van minister van Justitie vervult en dat dat een zaak is van goed plannen en beslissingen nemen. Juist het nemen van beslissingen bleef achterwege bij zijn voorganger, aldus Pisas. Vanuit de oppositie is een veel minder positief beeld geschetst over het eerste half jaar van het kabinet Pik-Pisas. Volgens Anna Maria Poletta van de PAR is er in de eerste 6 maanden 1 rode lijn te ontdekken. En dat is dat ministers herhaaldelijk moesten zeggen, sorry dat wist ik niet of mijn excuses. Volgens Poletta gaat het onder meer om minister van Volksgezondheid Dorothy Pieters-Janga. En heeft ook minister van Financiën Javier Sylvania moeten toegeven dat hij fout zat.
politie liet gisteren weten dat ze nog steeds op zoek zijn naar Najir Rijnschot. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op 29 april van dit jaar op een huis in de wijk Kirindongo Abau. Daarbij werden verschillende kogels afgelost op een huis. De bewoner werd uiteindelijk niet gewond. Een andere man van 20 jaar is op 7 mei al opgepakt in verband met deze zaak, maar de politie wil ook Rijnschot arresteren. De politie en medewerkers van de Koninklijke Marische Zee hebben afgelopen weekend een huis schoongemaakt in de wijk De Savaan. Alles werd opgeknapt, hersteld en schoongemaakt. De agenten en de Marische Zee's deden dat in het kader van het 5-jarig bestaan van een politiepost op Hato. Een mooi gebaar. Belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Excel Journaal, vers van de pers.